Mijn verwachtingen voor vandaag zijn dat het wat concreter wordt. Vandaag gaan we onze advies schrijven. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat eruit gaat komen en wat wij de gemeente Zwolle kunnen geven voor advies. En ik hoop dat het uiteindelijk gaat leiden tot een mooi resultaat waar velen van ons achter zullen gaan staan. Dag 4 van het Zwolse burgerberaad. En nu is het tijd om knopen door te hakken. Vandaag worden de adviezen echt geschreven. Dat doen ze in een vast format, dat alle adviezen er ongeveer hetzelfde uitzien. Maar wat er komt te staan, dat bepalen de deelnemers vandaag helemaal zelf. Mijn idee is om eigenlijk de gemeente initiatief te laten tonen in het organiseren van deelauto's in de straat of in de buurt. Hoe wij kunnen bijdragen in onze eetgewoonten om in de toekomst meer plantaardig te gaan eten, zodat wij de planeet kunnen sparen. Om de sociale wijkteams wat meer te betrekken, dat is toch wel de eerste toegang voor velen. Vandaag hebben de deelnemers keihard gewerkt aan het opstellen van de adviezen. Dat ging best goed, maar niet helemaal goed. Dus we zagen ook aan het eind van de dag dat er veel discussie was in de groep over hoe moeten we nu precies verder? Wat zijn de volgende stappen en moeten we nog dingen wijzigen aan het pakket wat er nu ligt? Daar hebben we een paar weken de tijd over om daar goed over na te denken. Want op 25 mei dan ronden we het burgerpraat af. Gaat in de ochtend de groep nog de adviezen aanpassen of misschien nog een nieuw advies opstellen. Om in de middag vervolgens dan toch echt de laatste stemming te hebben over de definitieve adviezen. De dag was heel vol. Heel veel, maar er is ook wel weer heel veel duidelijker geworden. En we hebben het samen ook met elkaar goed kunnen verwoorden, heb ik het idee. Ja, ik vind het een eer om bij te dragen met adviezen. Ja, ik vond het mooi om te zien hoe alle verschillende groepen tot een advies zijn gekomen. Ik denk dat we nog een uitdagende laatste dag te gaan hebben, maar algemeen wel echt een stap voorwaarts gemaakt. Ja.